Vanuit Buitensporig is dit Café 0.0. Presentatie Tom Zuidema. Dag, welkom allemaal bij weer een nieuwe uitzending van Café 0.0 vanuit Buitensporig. Vandaag schuiven aan Roos Fokkema en Yvonne Sons-Tolk. En die zijn bezig met het weer opnieuw in belangstelling zetten van de zomerschool. En de zomerschool voor senioren in dit geval. Yvonne en Roos, welkom. Yvonne, ik begin even bij jou. Die zomerschool, wat is het? Wanneer is die ontstaan? Nou, de zomerschool is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van een initiatief van de gemeenteraad in 2014 destijds. Toen hebben we als gemeenteraad in Tiel met elkaar afgesproken dat we jaarthema's zouden gaan benoemen. En in 2014 was het jaarthema senioren. En dat had eigenlijk als doel om senioren weer wat meer te betrekken bij alles wat er speelt binnen Tiel. En ook de vereenzaming onderling tegen te gaan. Mm-hmm. En daar is uiteindelijk een van de initiatieven was de zomerschool. En dat was zo'n groot succes die zomer. Dat je ja, de cursussen die we hadden georganiseerd met een aantal organisaties daarbij zaten binnen no time vol. Dus dat was een gigantisch succes. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk zo is het gekomen, zeggen ze dan. Oké, zo is het gekomen. Wat moet ik me voorstellen? Waar is die zomerschool? Moet je je inschrijven? Hoe lang duurt die? Nou ja, de zomerschool vindt op dit moment nog niet plaats. Dat start 17 juli. Kijk even naar Roos, maar volgens mij klopt dat. En vindt hoofdzakelijk bij Zinder plaats in dit geval. Die organiseren heel veel workshops, maar daar zal Roos straks nog wat meer over vertellen. En op de LOK, want ook de Jeu de Boel Vereniging, die doet mee met het hele gebeuren. Mm-hmm. Ja. Kunnen we daar gratis naartoe en is er een leeftijdsgrens? Nou ja, gratis niet, hè, dat niet. Maar we hebben wel met dank ook aan de stichting Oud-Burger Mannen en Vrouwenhuis hier in Tiel. Een stichting die eigenlijk het welzijn van onze ouderen binnen onze gemeente wil bevorderen. Een enorme donatie gekregen, een sponsoring om dit mogelijk te maken. En ook vanuit Zinder is er sponsoring meegekomen. Dus voor €3,50 kan een ieder meedoen met een workshop. En dus dat is een redelijk bedrag en ook voor de smalle beurs te dragen. Ja, dat klinkt laagdrempelig. Roos, voor de inhoud, volgens mij zit jij daarvoor. De combinatie met de zindering, daar gebeurt van alles, dat weten we eigenlijk al. Maar nu met die zomerschool, wat doet Roos Fokkema bij de zindering of bij de zinder en de zomerschool? Het programma is vooral in Zinder. Mm-hmm. En wat wij doen zijn onder andere kunst tekenen, schilderen, zingen, yoga op de stoel, fotografie, filmen met je smartphone. Eigenlijk allemaal creatieve workshops, kijken naar kunst ook. En de bedoeling is eigenlijk, nou, Yvonne heeft al een beetje gezegd, hè, voor veel senioren zijn thuis deze zomer. En hun omgeving is vaak weg, mantelzorgers, mm-hmm. maar ook kinderen, die zijn vaak op vakantie. Alle clubs houden eigenlijk op. Wij zinden ook de cursussen, normale cursussen stoppen allemaal. En dan kan zo'n zomer best wel lang zijn. Ja. En eigenlijk hadden we bedacht van nou, dit is leuk als we dan een aantal workshops doen. Zodat mensen in de zomer eigenlijk gewoon hun hobby kunnen uitoefenen. En het is heel laagdrempelig, dus je kunt ook een keertje uitproberen. Als je nou niet weet of je het leuk vindt om te zingen, dan ga een keertje meedoen. Ja, merk je bijvoorbeeld dat er mensen terugkomen of zich inschrijven bij zindercursussen op het moment dat ze een keer bij die zomerschool zijn geweest? Dat kan ik nog niet zo zeggen eigenlijk. We hebben natuurlijk 2 jaar geen zomerschool gehad. Nee. Ik weet wel dat er vorig jaar al mensen waren die kwamen toen in juni naar mij toe van komt er weer een senioren zomerschool? En toen had ik zoiets van, oh ja, maar ja, toen was het veel te laat om het te organiseren. Mm-hmm. Dus in januari hebben Yvonne en ik contact gehad om te kijken van kunnen we dit jaar van de grond trekken? Dus er is volgens mij wel behoefte aan. En er zijn ook al een aantal inschrijvingen. Dus, ja, dat was mijn volgende vraag. Hoeveel mensen komen er op zo'n zomerschool af ongeveer? Ja. Nou ja, kijk, als je kijkt naar het verleden, dan moet ik echt even terug naar voor corona. Helaas, hè, dat hebben we nu tegenwoordig, voor en na corona. En de laatste zomerschool die daar heeft plaatsgevonden, hadden we toch ruim 500-600 deelnemers. Ja. En het leuke is dat je aan het eind van zo'n zomerschool ook met elkaar een leuke afsluiting doet met een leuk feestelijk gebeuren. Ja, en iedereen is daarbij en je ziet dan ook weer contacten ontstaan. Mm.
En die contacten blijven. De initiatieven blijven ook onderling. Mensen blijven elkaar opzoeken. Ja. En dat is een mooie... Nou, dat zien we steeds vaker. We zijn bij de Vlindertuin op bezoek geweest. Dat is ook zo'n verbindend element in de stad. Hè? Niet alleen met de vrijwilligers, maar ook de mensen die daar gewoon lekker langs lopen en een praatje maken. De dementievereniging gaat daar zelfs mee aan de slag ook. Over die festiviteit, eindafsluiting. Kun je er iets over zeggen? Of is dat een beetje nog geheimzinnig verhaal? Eigenlijk zou we wel een beetje een tipje van de sluier kunnen oplichten. Maar niet alles, denk ik, hè? Nee, niet alles. Nee. Het is, er is in ieder geval muziek. Ja. Dat sowieso. Absoluut, ja. En verder is er het Varix Verteltheater. Daar zit ik zelf ook in. Mm-hmm. En we hebben een voorstelling gemaakt speciaal voor senioren. Een korte voorstelling. En het gaat over twee senioren die een date hebben. Okay. Ze zijn een beetje... Over verbinding gesproken. Ja, over verbinding gesproken. Ze hebben nogal tegenovergestelde ideeën. En we hebben het genoemd, doet hij het of doet hij het niet? En de vraag is van, gaan ze samen weg of gaan ze apart weg? Ja. En dat is... Ik hoor ze langzaamaan steeds meer bij de doelgroep. Dus ik zit hier met de seconde nieuwsgieriger te worden. Maar, dus dat komt helemaal goed. Kunnen jullie nog iets meer vertellen over... Dat samen zijn, die verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld over die teerling. Want dat is de Zeurde Boelvereniging. Ja. We hebben de voorzitter een tijdje terug in de uitzending gehad. Daar zit zelfs de boogschietvereniging tegenwoordig in dat gebouw. Dus daar gebeurt veel meer dan alleen met Zeurde Boelballen gooien, zou ik maar zeggen. Hoe zit die koppeling met de zomerschool en de teerling? Nou, laat ik het zo zeggen. De teerling heeft voor corona, gaan we weer, ook meegedaan met de zomerschool. En bij de teerling, de leden, is echt ook wel de doelgroep. Daar zitten heel veel mensen. Nou, ik geloof dat de gemiddelde leeftijd bij de teerling tegen de 70, 70 loopt. Dus dat is best wel wat. En wat je daar merkt is dat juist binnen zo'n teerling... Die verbondenheid heel erg groot is. Dus zij waren ook zeer enthousiast van, er moet weer een zomerschool komen, wij doen daar aan mee, want het is zo belangrijk. Die vereenzaming onder ouderen, ook hier in Tiel, je ziet het niet, maar het is er wel. Ja, ja. En dat is voor hun ook de motivatie geweest om er weer achteraan te gaan en mee te gaan doen. En die mensen zijn zeer betrokken, kan ik zeggen. Ja, het zijn allemaal vrijwilligers die de workshops geven, en dat geldt ook voor het boogschieten, wat daar inmiddels ook onder dak zit. Dus ja. Klinkt goed. De zomerschool van... 17 juli tot 17 augustus. Okay. En er zijn op doordeweekse dagen, bijna iedere dag is er een workshop. Mm-hmm. Mensen kunnen daar aan meedoen. En waar schrijven we ons in? Bij Zinder. Ja, en dat kan gewoon aan de balie. Mensen kunnen ook bellen naar de balie. Maar op het programma, daar staat ook een QR-code. Dus het kan ook via de website. Maar als mensen dat ingewikkeld vinden, kunnen ze gewoon even bellen naar Zinder of aan de balie. En dan, ik denk dat we zelfs de QR-code in beeld kunnen krijgen. Dus met de telefoon voor het beeldscherm. Fantastisch, techniek is ook voor niks tegenwoordig. Mag ik jullie beiden hartelijk danken voor dit gesprek. Ik hoop op een grote opkomst en een gezellige zomerschool. En jullie gaan mij daar zeker zien. Dankjewel. Leuk.